Welkom bij een nieuwe aflevering van de Data Discovery Channel. Vandaag heb ik twee collega's van mij in de studio. Reinier Joosen, AI Community Lead bij InfoSupport. En Matt Blom. En jij bent IT consultant, dat zijn we allemaal bij InfoSupport. Maar jij bent ook nog gespecialiseerd in data science en machine learning. Yes. Nou, dan voelen jullie het misschien al een beetje aan. We gaan het vandaag hebben over een AI onderwerp. En bij AI is het extreem belangrijk dat je uit kunt leggen wat zo'n model nou doet. We komen straks op waarom dat belangrijk is, maar misschien eerst de term die daar dan bij hoort is explainable AI. Waar hebben we het dan over? In principe zegt de term al vrij veel, namelijk het explainen van machine learning modellen of AI modellen. En dan gaat het voornamelijk inderdaad op het stukje explainability. Dus hoe kun je een AI model... hoe kun je een stukje explainability toevoegen om meer te weten te komen over wat hij doet en waarom? Dus een model geeft een bepaalde uitkomst en je kunt dan uitleggen met explainable AI hoe die daartoe gekomen is. Ja, precies. Ja, dat is iets wat wel heel veel, eigenlijk een eis is bij heel veel organisaties die AI toepassen. Want ik weet niet, jij hebt al best wel ervaring in de datahoek. Heb je een voorbeeld van dingen waar AI toegepast kunnen worden? Je ziet natuurlijk heel veel toepassingen met computer vision, hè, met beeldherkenning of crowd management, hè, van tellen hoeveel mensen er door een beeld heen lopen. Precies. Dus daar ken ik AI toepassingen van. Kennen natuurlijk allemaal andere toepassingen van. Wat misschien wel een leuk voorbeeld is computer vision, waarbij je herkent of dat een moedervlek kwaadaardig is of niet. Ja, of het een hemonoom is of niet. Ja, dat gebruik je ook, dat wordt ook inderdaad gebruikt. Je hebt natuurlijk crowd management en daarvoor kun je zeggen, als dat model een foutje maakt, -1 of +1, is niet heel erg. Dat maakt niet zo uit. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld in een medische hoek gaat gebruiken, dan is het opeens wel heel belangrijk dat het goed gebruikt wordt. Ja. Want je hebt bijvoorbeeld of een moedervlek kwaadaardig is. Je kunt een heel goed model bouwen. Hè? Dus als je aan een IT'er vraagt, kun je alsjeblieft voor mij een model maken dat zo goed mogelijk voorspelt of een moedervlek kwaadaardig is, ja of nee. Nou, misschien maakt die IT'er dan wel iets wat nog beter is dan de dokter, zeg maar, in die specifieke taak. Maar goed. Ja, uiteindelijk moet de dokter ook vertellen wat er aan de hand is en waarom. Ja. En ik denk het mooie stuk daaraan is een dokter kan niet zomaar zeggen komen bij een patiënt en zeggen van goh, ja, de computer zei het, dus het zal wel zo zijn. Ja. En vaak op dat soort assen wil je eigenlijk iets meer te weten komen op waarom zo'n model kiest voor een bepaalde diagnose of niet. Nou, dat is een stukje waar explainable AI hulp bij kan bieden voor zowel de dokter, maar ook de patiënt, die allebei eigenlijk meer te weten willen komen over de diagnose zelf. Ja, dan hebben we het dus eigenlijk echt over de medische toepassing. Ja, en dan kun je eigenlijk met gezond verstand al aanvoelen dat je wil weten, leg eens even uit hoe je daartoe komt. Ja. Zijn er meer sectoren waar dit in speelt, explainable AI en verplichtingen misschien die je dan hebt? Ja, zeker. Dus wat ik bijvoorbeeld wel eens zie is... je hebt bijvoorbeeld kredietverstrekkers en die hebben een wettelijke verplichting om te kijken voordat ze iemand een lening geven, is die persoon wel kredietwaardig? Ja. Want we willen voorkomen dat mensen zoveel leningen afsluiten dat ze enorm in de schulden komen omdat ze gewoon het niet kunnen aflossen. Ja. Nou, en dan moeten ze dus beoordelen of die persoon een kredietwaardig is. En dat wordt dan gebaseerd op allerlei data van bijvoorbeeld leningen uit het verleden van die persoon of de leeftijd van die persoon. Nou, daar worden al scores over berekend en er worden bepaalde modellen voor gebruikt. Ja. Ja, maar het resultaat daarvan wordt, die persoon krijgt wel of niet een lening. Dat heeft nogal wat impact. Precies. En of jij een hypotheek kan krijgen, ja of nee. En waar wordt dat dan op gebaseerd? En dan zeg je, dat ligt aan een aantal factoren. Ik weet niet precies welke, maar de computer zegt het. Ja. En dan krijg je natuurlijk ook het stukje ethische wat erbij komt kijken. Ja. Namelijk, welke data wordt er een besluit genomen? Nou, en dan worden dit soort features inderdaad heel belangrijk om niet precies te weten, maar wel te weten te komen, wat had er invloed op? Ja.
Dus eigenlijk kun je in de bredere zin zeggen dat alles wat invloed heeft op beslissingen die met mensen te maken hebben, moet je het uit kunnen leggen hoe je daartoe gekomen bent. Ja. En ik denk dat dat ook het stukje, het moeten ook een heel mooi stukje is. Want het feit dat het moet, nou dan heb je het nodig, want dat is gewoon een eis. Of het nou op risk zit of inderdaad diagnoses. Maar het kan uiteraard ook ingezet worden op hele andere assen waarin het misschien juist helpt om meer te weten te komen. Waarin het geen eis wordt gezet van buitenaf, maar dat je het ook zelf kan gebruiken om meer te weten te komen over de data, maar ook over het gedrag van je model. En op het moment dat jij doortraint, dat je daadwerkelijk ook bij een volgende iteratie de verschillen kan zien van, goh, zijn er bepaalde featureveranderingen waarop ik een aanname heb gemaakt en dat soort dingen. En dat werkt eigenlijk goed als een mooie praatplaat vervolgens naar je business toe van, goh, hè, we maken een model. We snappen niet helemaal wat hij doet. Alle nulletjes en eentjes weten we niet, maar we weten wel dat deze features of deze segmenten van de data belangrijk zijn voor het maken van een keuze. Ja. En dat opent weer een hele andere gesprekshoek, wat natuurlijk heel, heel handig kan zijn als AI-developer om vervolgens weer op door te spelen. Dus eigenlijk als je als AI-developer een model maakt en toepast, zou je eigenlijk altijd explainable AI mee moeten nemen? Persoonlijk denk ik van wel, ja. Ik denk... Wat je vaak ziet nu ook is dat op het moment dat je een vraag krijgt, dan wil je gelijk beginnen met in de data te kijken en je wil je eerst model maken en je wil hoge scores halen en dat soort stukken. En op het moment wat je vaak ziet is, als er een eis is, dan we zijn lekker driftig bezig en uiteindelijk komt er van buitenaf en denkt van, oh, maar je moet wel kunnen uitleggen. En dan heb je dan een heel stuk wat je ineens een nieuwe feature die je moet gaan opzetten en dan moet je ineens daarover nadenken. Terwijl als je het inderdaad in je eigen iteratieproces al hebt, kan het jezelf helpen. En vervolgens op het moment dat er inderdaad de vraag wordt gesteld van, goh, ik heb toch liever dat je me kan vertellen waarom het zo is, dan heb je dat al paraat. Ja. Dus het helpt je eigenlijk op elke as weer en het is een stukje indekking voor misschien later. Ja, een stukje, ik weet niet of de term bestaat, maar explainability by design. En dat zou mooi zijn. Net als security en privacy by design. Precies, hè? Precies. Zou je dus ook moeten hebben, ja. Hey, nou ben ik niet gespecialiseerd in AI. Maar ik weet wel een beetje hoe het werkt. Dus ik ken de technieken met neurale netwerken en deep learning modellen. Dan is volgens mij juist een van de kenmerken van, ja, jij zei het net eigenlijk ook al, hoe de bitjes en de bytejes precies werken, dat weten we niet. Dus eigenlijk, ja, je weet niet precies hoe zo'n model werkt. Hoe maak je dat uitlegbaar dan? Ja, dat is een goede vraag, want we passen juist AI toe op gebieden waar we niet eruit komen met heel specifieke regels. Ja. Bijvoorbeeld bij wat je zegt, image recognition. Leg mij eens uit, als jij een foto ziet van een konijn, waarom je vindt dat het een konijn is. Ja, dat is gewoon heel lastig. Ja. En daarom gebruik je AI. Uh-huh. Dus hoe kan je er nou toe komen dat je dat toch uitlegt? Nou, wij als mensen kunnen bijvoorbeeld zeggen, hij heeft lange oren. Of misschien is dat een haas, maar goed. Ja, en hij heeft hij is bruin of wat dan ook. Je hebt een aantal features, een aantal dingen die je kan noemen. Zo ziet een konijn eruit. Ja. En zulke soort dingen zijn we ook naar op zoek. Dat kun je ook met een AI-model doen. Ja, dus bijvoorbeeld, ik heb bij voorbeeld van die scores. Je kunt zeggen, als ik iemand een krediet verstrek, hoeveel impact had dan bijvoorbeeld de leeftijd van die persoon op zijn uitslag? Ja, of als je bijvoorbeeld een medisch geval, hoeveel impact had de bloeddruk op de voorspelling of die persoon diabetes had, ik zeg maar wat. Ja. Maar dat geeft meer begrip. Dan kun je ook je gezond verstand gebruiken, zeg maar, om te bepalen van, oké, zit wat in of wat gek. Ja. Maar maak je hem daarmee ook helemaal uitlegbaar? Nou ja, voor een groot deel wel. En kijk, omdat het AI is, omdat het dingen probeert te voorspellen waarvoor wij geen specifieke regels hebben, ja, je kunt wel redeneren, hij heeft deze berekening gemaakt, dus daarom komt het eruit. Maar waarom maakte die berekening? Ja, dan moet je altijd inzicht geven. Je kunt niet 100% uitleggen. Net als dat wij als mensen niet 100% kunnen uitleggen waarom wij vinden dat dit plaatje op een konijn lijkt. Ja, hij is toch een konijn? Dat hebben we als kind geleerd. Ja, je pakt ook inderdaad, het is een deel wat AI ook doet. En dat is gewoon by design. Je hebt het honderden keren gezien, dus het zal wel hetzelfde zijn. Ja. Maar vaak op het moment dat we iets zien, zeker ook als mensen, dan gaan we
beschrijven, maar niet echt op de detail, op de punt. Maar dan kijken we globaal naar de oplossing of naar een plaatje. En dan pakken we er delen uit waarin we dat zeggen. En ik denk Explainable AI probeert hetzelfde te doen, waarin het een soort generalisatieslag maakt om ervoor te zorgen dat hij iets kan uitleggen. Niet 100% en niet zeggen van, oh, dit was de exacte berekening. Maar het probeert, nou ja, het totaalplaatje te zien en daar features of een stukje generalisatie uit te pakken die je dan vervolgens kan geven met, nou ja, het zal niet 100% dit zijn, maar dit was een factor daarvan. En dat kan inderdaad één datapunt zijn of een, nou ja, of misschien een verzameling features van punten. Ja. Ja. Je hebt ook bijvoorbeeld heatmaps, dat is ook een mooi voorbeeld hiervan. Ja, je hebt bijvoorbeeld het bekende voorbeeld dat er was een model ooit en dat herkende huskies. Maar het enige wat hij in feite herkende was de witte achtergrond die je vaak zag op foto's met huskies. Ja, nou, als je dan een hond in de sneeuw, dat moet een husky zijn. Ja, dat, en dat werkte, het was, had heel hoge accuracy. Ja. Alleen herkende het niet het goede. En dat kun je dus ook laten zien met, hey, we hebben hier een heatmap, dus deze aspecten van het beeld hebben de grootste impact gehad op de klassificatie. En dan zul je zien dat in dat geval dat die witte achtergrond helemaal rood wordt op zo'n heatmap. Ja, ja. Dus dat kan je ook helpen als ontwikkelaar van zo'n model, om te kijken, doet mijn model wel het juiste? Of heeft hij gewoon een heel hoge accuracy door een bepaalde bias te hebben die heel goed werkt in deze dataset? Ja, oké. Okay. Dus hoe complex de AI-modellen ook zijn, ze zijn uitlegbaar. Ja, dus je hebt twee manieren. Hè. Je kunt het uitlegbaar by design, dat je al van tevoren rekening houdt met, nou, ik moet wel een model gebruiken dat echt goed uitlegbaar is. Ja. En daar zijn heel goede technieken voor. En je hebt een ander benadering, waarbij je kijkt bijvoorbeeld, ik heb een heel complex neural netwerk. Mm-hmm. En dan kijk ik, wat kan ik hier aan uitleggen? Kan ik hier een beeld van maken? Kan ik kijken, als ik die inputs een beetje tweak, wat gebeurt er dan met mijn outputs? En dat kan eigenlijk met elk model. Ja, oké. Okay. Ja, je triggert me wel met hè, de reactie van, nou, niet altijd. Want je kunt natuurlijk ook van die foundational models gebruiken, hè, waar je al een hele basis gebruikt. Die moeten natuurlijk ook al uitlegbaar zijn. Ja. Wil je ze kunnen gebruiken in een explainable AI situatie? Ja, dat klopt. Dus je moet wel opletten op het moment dat je het bouwt. Hè, dan moet je dit wel in gedachten hebben. Ja, dat is een mooie verantwoordelijkheid eigenlijk van de AI-developer. Precies. Ja, oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Het is weer een stukje duidelijker geworden wat het is en waarom het belangrijk is. En nou ja, ook nog hoe het werkt en dat het ook kan. Mm-hmm. Dus ja, ik hoop dat jullie het ook een leuke aflevering vonden. Als je dat vond, klik even het duimpje omhoog. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je op het kanaal. Dan weet je altijd wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei.